Dat het aardige van het ICS vond ik dat dat anders dan ik wel bij andere studentengroepen vond. In de eerste plaats was het voor studenten en afgestudeerden samen. Ja, inderdaad. Ja. Zodat je dus studenten ook liet zien die vaak ook tot geloof komen in een vaak idealistische omgeving. En dat zich niet realiseren dat de wereld groter is dan dat. Ja. Afgestudeerden die hadden nog eens de neiging om hun idealen te verliezen. Mm-hmm. En om die beide componenten bij elkaar te houden, dat was het ideaal van het ICS. Ja. En dat sprak me wel aan. Daar heb ik, ja. Ik heb er zelf veel aan gehad. Ik heb er dus ook veel tijd in gestoken eigenlijk. Ja. Mooi, ja. En ook een zekere traagheid van mijn kant. Want mm-hmm. als ik erg mee bezig ben, dan stap ik er niet heel gauw uit. Oké, ja. Dus zo is dat eigenlijk gegaan. Loyaal, hè? Ja, je blijft loyaal aan zo'n groep. Eigenlijk wat daarachter zit, dat merk ik bij mij. De precieze geloofsinhoud interesseert mij eigenlijk minder. Dat is de binding met de mens. Ja, ja. Dat heb ik in de kerk net zo. Mm-hmm. Ik ben voorzitter geweest van de kerkenraad, tot mijn verrassing, in een klein dorpje hier in Valkenburg. Ja. Ik was een van de weinige mensen van de universiteit in die omgeving. Mm-hmm. En ik woonde er al een tijdje. Toen werd ik gevraagd voorzitter van de kerkenraad. Zeg ik, ja, maar de standaard geloofsvoorstelling hier, dat... daar kan ik niet zoveel mee op tijd. Nee. Lees eens wat ik geschreven heb. Ja. Nou, dat laatste. Dat vonden ze niet... Geen enkel punt. Geen enkel probleem. Oké, okay, dat is mooi. Ik dus ook, ben ook helemaal geaccepteerd. Ja. Dat is ook vrij breed. Het is een oude gereformeerde kerk. Ja. Is ook zo gebleven, mm-hmm. maar... Er is ook een hervormde gemeente in ons dorp, maar de hervormde gemeente die is conservatief, behoudend. En die wilde dus eigenlijk in die hele samenwerking, die stagneerde eigenlijk. Okay. Dat is ook nog steeds op zijn twee gescheiden PKM-gemeenten. Oh, okay. ja. Dus dat is ook een situatie die is een beetje bevroren. Het is mij niet gelukt om dat te doorbreken. Nee. Pas voorzitter, ik ben net gestopt. Oké. Nou ja, dus dat soort taken neem ik dan vaak op me. En dat weerspiegelt dan ook een beetje... Zowel hoe ik in mijn eigen denken sta. Ja. Voor mij is een veilige omgeving waarin je niet bang hoeft te zijn om iets verkeerds te zeggen. Mm-hmm. Ik hou ervan om grenzen te verkennen. Mm-hmm. En dat betekent dat je soms ook over een grens heen gaat. Ja. Ik heb ook gemerkt dat men denkt altijd, ja, dat is, als je dat niet meer gelooft, dan is het een helle plak. Dan ga je steeds meer verliezen. Ja, alsof er geen weg terug is. Mm-hmm. Waarom niet? Nee. Je kunt best... Ik heb ook... Sommige dingen ben ik zeg maar atheïstisch geweest en nu ben. Ja. De weg terug is er ook. Is er ook, ja, precies. Je ja. moet altijd open blijven. En ja. die vrijheid heb je ook als mens. Ja, of? Ja. Die vrijheid en die wil ik ook. Het ICS bood die vrijheid en die veiligheid. Ja. Dat de buitenwereld, daar botste er wel eens mee. Dat we stukken hadden waarvan men zei, dat kun je niet zeggen. Je moet toch vooral getuigend zijn. Mm-hmm. En we zijn zoekend, onderzoekend. Ja, precies. En we willen nodig iedereen uit om mee te zoeken. Ja. En niet met de claim dat wij het gevonden hebben. Dat is helemaal... Waar ik mij thuis voel. Ja. En is dat ook inderdaad de plaats van levensbeschouwing zoals die zou moeten zijn binnen de wetenschap? Vind ik wel. Ja. 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 Ook dat diezelfde zoekende houding. Ja, bijvoorbeeld als er zijn natuurlijk in de wetenschap zijn er natuurlijk heel veel onderwerpen die nu aan bod komen. Waarbij de natuurwetenschap blijkt ook geen harde grenzen te hebben. Hè? Mm-hmm. Als het gaat om wat de mens is, bijvoorbeeld. Ja. Wat het leven is. Wat het leven is, dat weten we inmiddels wel zo, in zoverre dat de materiële basis van het leven, daar weten we heel veel van. Over de geschiedenis van het leven weten we ook globaal heel wat, maar nog veel meer niet. Mm-hmm. Hoe het leven is ontstaan, we weten helemaal niet, naar mijn idee. Nou, we weten wel hoe het functioneert. Dat kun je op moleculaire basis tegenwoordig onderzoeken, met fysische methoden. Ja. Dus dat is onderdeel en gebleken is, dat was nog niet zo lang geleden een grote verrassing. Dat de natuurwetten die golden voor atomen, moleculen en zo. En krachten, energie, mechanica. Die gelden ook voor het levende systeem. Daar gelden geen andere natuurwetten. Nee. Dat was een ontdekking, want het is toch heel lang gedacht dat voor het leven gelden andere wetten. De natuurkunde gaat niet voor het leven, daar heb je de biologie voor, dat is een heel ander vak. Ja. Die scheiding is helemaal verdwenen. Die gaat nu helemaal, verdwenen. Okay. Ja, interessant. En een levend organisme voldoet aan dezelfde natuurwetten als een steen. Ja. Ja. Het is een heel andere structuur, complexiteit is enorm. Mm-hmm. Maar je kunt gewoon op dezelfde moleculair-chemische basis onderzoeken hoe het functioneert. Nee. En dat blijkt dat die chemie die kan veel meer aan dan we vroeger dachten. Ja. En de natuurkunde dus eigenlijk ook. Natuurwetten zijn er helemaal niet mee in strijd. Nee.
Nou ja, de volgende stap waar we er nu voor staan, denk ik, is hoe we het functioneren van het denken en het functioneren van het leven kunnen begrijpen. Ja, dus meer de neurologie. Ja, ja. En dat betekent, hersenen, ja. En dan krijg je ook een waarheidsclaim. Ons denken gaat ergens over. Mm-hmm. Hersenonderzoekers, als die een materialistische visie hebben, die zeggen dus, dat de hersenen is de basis, ook de basis van alles. Ja, dus van we zijn ons brein. Ja. Al onze geestelijke verschijnselen, ons heel geestelijk leven, onze denkkracht, is gewoon eigenlijk, de geest bestaat niet. Nee. Zelfstandig, het is gewoon een bijproduct van het brein. De beleving van de geest is iets wat wij ervaren, maar die ervaring gebeurt in ons brein. Het zijn dus uiteindelijk ook weer materiële processen die daarvan de diepste oorzaak zijn. Ja. Nou, dan kom je op een gebied waarvan die dat ook naar mij doen, wat mij nu heel erg interesseert. Dat zou ik graag willen begrijpen. Maar, waarvan ik het gevoel heb dat dit antwoord niet kan kloppen. Nee. En ik probeer dat dus ook wel eens te formuleren. Maar het valt mij op dat ik daar mensen niet helemaal niet mee overtuig. Die zeggen, die vinden het helemaal, die zien daar geen tegenstrijdigheid in. Ik wel. Mm-hmm. Volgens mij ligt er een conflict in het idee dat ons denken een product is van toevallige fluctuaties in onze hersenen. Yeah. En dat tegelijk betekenis aan te geven. Toevallige fluctuaties betekenen niks. Ons denken wel. Mm-hmm. Dus dat denken we. En als we dat niet denken, kunnen we wel ophouden met denken. Yeah. Ja. En daarnaast is ook dat wij ook nog dingen beleven. Ja, wij zijn onze indrukken van de buitenwereld, die beleven wij als persoon, als bewustzijn. Mm-hmm. En goed, hersenonderzoekers doen net alsof ze dat bewustzijn kunnen onderzoeken met elektroden en metingen en zo. Ja. Maar dat is nou juist niet bewustzijn. Nee. Het feit dat je denkt dat dat niet te meten is, het bewustzijn, of dat het toch iets... Het bewustzijn is alleen maar te beleven. Ja. En beleving kun je... Beleving ken je alleen van jezelf. Ja. Uiteindelijk. Je herkent het, je vermoedt het in een ander, omdat je door onze verwantschap... Ja. Maar je kunt je ook voorstellen dat de ander, of een zombie of een robot of weet ik wat is, een input-output systeem, die zo geprogrammeerd is, zoals de materialisten zeggen dat wij ook biologisch geprogrammeerd zijn. Ja. Om te reageren op de omgeving. Hè, zoals dieren instinctmatig reageren. Terwijl ik denk dat dieren trouwens ook dingen beleven, hoor, maar daar herken ik ook een zekere verwantschap mee. Ja. Maar. Naar mijn gevoel is die beleving is iets zo primairs en staat zo dicht bij de directe ervaring. Eigenlijk is dat de meest directe bron van informatie die we hebben. Ja. Ook waarnemingen die we doen komen ook via de zintuigen als een beleving bij ons binnen. Ja. En een volgende stap is dat ik ook de overtuiging heb, althans de overtuiging misschien verkeerd wordt, maar toch een beeld van ons functioneren, dat wij ook met onze geest materiële processen in gang kunnen zetten. Mm-hmm. En dat betekent dat er niet-materiële oorzaken kunnen zijn. Ja, precies. Ja. En die zijn eigenlijk per definitie niet te meten als het niet materieel is? Dus ze zijn niet, Ik denk het niet. Nee. En ook nooit, of zullen we ooit een moment krijgen waarop dat wel dat durf te meten ik niet is? Te zeggen. Nee, dat is te meten te waarschijnlijk niet. Maar misschien, maar in elk geval, ik zou die samenhang willen begrijpen. Hoe kan het zijn dat wij, wij niet meer zijn dan een materieel complex systeem, dat wij iets kunnen beleven. Als wij een machine bouwen, dan zou een machine ook iets moeten kunnen beleven als we die complex genoeg maken. Ja, ja, en er zijn ook mensen die dat geloven. Ja. Ik geloof dat niet en ik heb daar geen argumenten voor. Ik kan mij er niet toe brengen dat te geloven. Nee, ik heb er veel over nagedacht. Ik heb in de term van kunstmatige intelligentie en dat soort dingen. Ja. Ook een studieonderwerp binnen het ICS geweest en zo. Dus het is dat soort vragen waar voor mij de raakpunten liggen. Ja, precies. Maar ik zie dat dus niet als een conflict die ik graag zou willen verzoenen. Ik zou een stap verder willen gaan in het begrijpen, omdat mijn ervaring is wel dat de wereld waarover je verwondert, en dat is hartstikke belangrijk om gewoon gemotiveerd te blijven leven. Mm-hmm. Ik zal me altijd blijven verwonderen, dat is het laatste wat ik doe. Ja. Maar de verwondering die wordt groter als je ook nog dingen kunt begrijpen. Ja. Wonderen die niet te begrijpen zijn, vind ik eigenlijk niet interessant. Nee. Je wil weten hoe het in elkaar zit en hoe het functioneert. En het grappige is dat de verwondering wordt daar groter door in de kleine. Omdat je dan denkt van wow, dat is complex of mooi of prachtig. Ja. Okay. Kun je aangeven wat je belangrijkste drijfveer is in je leven? Verwondering. Verwondering, ja. Mooi. Ja.
Dus elke dag weer opstaan met wat gaat deze dag mij brengen en waar kan ik me over verwonderen. Ja. Ja, en dat ook de beleving dat het leven een geschenk is, hè, dat ons gegeven is. Mm-hmm. Het leven met alles wat erop en eraan. Dus dat zegt twee dingen. Het zegt dat je het niet hoeft te verdienen. En het zegt dat het niet van jezelf is. Dat zijn twee pijlers in motivatie. Ja. Nou, we hebben het er al heel even over gehad, maar waaraan denk je bij het woord God? Ja, je zei net al dat ik eigenlijk geen woorden aan wil geven, maar probeer toch eens wat woorden eraan te geven. Ja, ik kwam laatst bij Nico Terlinde noemt het, dat vind ik niet zo gek, het laatste geheim van het leven, of achter het leven. Ja. En bij leven mag je dan ook de wereld denken. Ja. Ja. Dus iets wat we nooit zullen begrijpen. Mm-hmm. Terwijl we de wereld zelf in hoge mate wel kunnen begrijpen. En terwijl ik ook kan voorstellen dat er nog veel meer is van de wereld wat we nooit zullen begrijpen. Nee. Dus in die zin, met hoge mate moet er dus heel veel wat we begrijpen. Ja, maar ook heel veel. Er zijn heel veel dingen waarvan we weten dat we ze niet begrijpen. Nee. En dan zijn er vast nog heel veel dingen waarvan we niet eens weten dat we ze niet begrijpen. Nee, precies. Ja. Er is nog een lange weg te gaan. Zeker, ja. En zijn er ook beelden van God die afwijst, waarvan je zegt, nou daar kan ik dus niks mee met... Het is ook wel aspecten van de God van het Oude Testament, als als iemand die heel precies oplegt hoe het moet gaan in de wereld. En die dus ook grenzen stelt, daar mag je niet overheen. Mm-hmm. Het beeld van goed en kwaad als een ethisch begrip. Ik zie God veel meer als een... zoals je het ook wat tegenkomt in de Bijbel, zeker bijvoorbeeld bij de opdracht aan de mens om de dieren namen te geven. Helemaal vrij is om dat te doen zoals hij doet. Dat is, verzin maar wat leuk. Prachtig. Ja. Ja. En dat God dan luistert, zeg maar, of misschien is het een engel of die dan zitten te noteren wat de naam van de dieren wordt. Ja. Dat zo heeft de mens het gekozen. Ja. En dat geldt dan ook in de hemel. Ja. Het is dat die. Zo'n beeld van God en als iemand die mensen ook echt vrijheid van het leven, geeft. Maar de mensen vrijheid geeft. En niet zeg maar heel erg dwangmatig zegt van oké, en zo moet het gebeuren. Vrijheid, en ik bepaal voor jou wat je moet doen. De vrijheid om mensen te laten zijn wie ze zelf zijn. Ja. Ook te ontdekken wat er het kwaad in de wereld is uiteindelijk toch. Het kwaad wat mensen elkaar aandoen. En wat de natuur ons aandoet in de vorm van lijden. Mm-hmm. En dat het lijden daarin ook een wezenlijke plaats heeft. Maar ik denk dus bij lijden niet zozeer als een straf op zonde, maar als een ontdekken van wat het gevolg is van de dingen die we doen. Mm-hmm. En soms ook dingen waar we niks aan kunnen doen. Mm-hmm. Of die gewoon in de kwetsbaarheid van de aarde waarop we leven zitten. Hè? De aardbevingen en de stormen. Dus het is een God die ons precies voorstelt wat we moeten doen. En daar helemaal niet duidelijk in is, want we moeten het toch zelf uitvinden. Dat inspireert me niet. Nee.